op bij een nieuwe Facebook livestream. Dit keer om 19:30. We hadden al voor jullie vroeg of het wel eerder komt. Dus bij deze. We gaan vandaag veel bewegingen doen. Boyd heeft afgelopen dinsdag een nieuwe challenge in het leven. We hebben 50 burpees op een dag. Die gaan we nu even werken. Mijn nieuwe challenge wordt sit-ups, 20 stuks. Of 100 stuks. Die gaan we opdelen in 20. Dat gaan we werken in de challenge. En mijn challenge van vorige week, 100 squats per dag, die gaan we ook doen. Ja. Dus drie bewegingen gaan we in verschillende vormen doen in een circuitje. Ga je eerst even lekker warm worden. Dus zorg dat je ruimte hebt. Even een matje. Dan gaan we beginnen. We beginnen met de handen kruist in elkaar. Boven, boven, onderop, uit. Zorg dat je goed gestrekt bent in de hand. Voeten ietsjes breder. Probeer de benen gestrekt te houden. Onderop, diagonale voet uit te keer nog. Goed, kom op de rug liggen. Handen gespreid op de vloer. Probeer zo ver mogelijk bij de hand. Omhoog. Omhoog. Andersom. Druk ons op met alleen de armen. Hou de bek aan de grond. En terug. Nog een keer. En ontspan. En de laatste keer. Omhoog. Handen weer plat op de grond. We hebben eigenlijk het overgestelde van net op de rug gedaan hebben. We gaan nu diagonaal met de voet naar de andere hand. Beide kanten nog één keer. En stop maar.
laatste. Handen vouwen weer in elkaar. Handpalmen naar het plafond en de bovenkant gaan strekken. Onder hem uitstaan. Twee keer nog. Voeten weer iets verder dan de breedte. Dan dit keer een sport maken. Handen naar voren, terwijl je naar beneden doet. En mooi. Zoals ik net al zei, gaan we een workout doen met de challenges van de challenge van vorige week, de nieuwe challenge van deze week en de challenge van Boyd met burpees. Ik zal eerst een burpee doornemen, dat is ook de eerste oefening die we gaan doen. Gaat staan op mijn benen. Er zijn verschillende manieren om het te doen. Boyd heeft voor handen aan de grond. Naar de push-up positie, weer terug en het sprongetje. Dat is één beweging, we doen het 10 keer zo meteen. Als je het iets te makkelijk vindt, mag je ook helemaal plat op de buik komen liggen. Dus je gaat naar achteren, laat je zakken en doe je weer gewoon een sprongetje. Als het op een gegeven moment te moeilijk is, of je vindt het springen naar je handen te vervelen, mag je ook de hand aan de grond zetten. Achterstappen, goed erbij zetten en dan of in die push-up positie blijven. Dus wat je dit doet en weer omhoog. Ja, dus van de stand tot het sprongetje is 1 herhaling. Dan wordt er straks 10 van. Dan hebben we de squat. Die hadden we volgende week 100 per dag. Dus daar maken we gewoon 8 dagen van, door het nu weer bij te doen. Gaan we 20 squats maken. Voeten iets breder naar de heup zetten. Voeten weer naar buiten. Doorzakken. En omhoog. Daar doen we er dus 20. Nu nog weer niet. 2 keer. Laatste. En goed. Mag een stoel erbij pakken, misschien een minder diep in zakken. Als je zelf wil uitdagen, pak je een zwaar gewicht of een rugzak erbij. Dan de nieuwe challenge. Sit-ups. Zet de voet zo tegen elkaar aan. Dit is de moeilijkste van dan. Laat je achtervallen. Tik met je handen de grond aan. Veer komt omhoog. En probeer de grond voor je schoenen aan te doen. Dat is 1 herhaling. Naar achter en naar voren. Dan gaan we straks 20 van doen. Dus kijk goed of je deze variant doet of de volgende. Die is de knieën optrekken. Handen op de bovenbenen plaatsen. Dan komt de schouderblad omhoog. Het tikt onder de knie stijgen. De knieën. Ja, bovenbenen. Kijken welke voor jou het meest geschikt is. Wat we zo meteen gaan doen, is 5 rondjes van deze 3 bewegingen. Dus we maken 10 burpees, 20 squats, 20 sit-ups. Dan gaan we niet allemaal hetzelfde tempo bereiken. Ik zal proberen wat rustig aan te doen, maar probeer voor jezelf uit te doen. Het betekent niet dat je elke rondje achter elkaar door moet gaan. Misschien even wat rust nemen tussen de rondjes.
misschien wat tussen de oefeningen. Of misschien vind je op een gegeven moment 20 sit-ups niet meer te doen. Dan ben je daar even rust mee. Ik zet de tijd op maximaal 15 minuten. Dus we wachten even tot wij als ze klaar zijn, zou ik wachten. En na 15 minuten stop ik de tijd. Is het klaar. En als je dan nog niet die 5 rondjes gedaan hebt, dan noteer je hoeveel rondjes je af hebt gemaakt plus het aantal ademen. Dus misschien heb je dan wel 3 of 4 rondjes gedaan plus nog 5 rondjes. Dan schrijf je dat op. Dus we beginnen straks. 10 burpees. Zo nog één keer de verschillende mogelijkheden doornemen. Dat is best wel een lastige oefening. De zwaarste manier. Handen op de grond. Naar achteren. Plat op de buik. Kom weer naar voren. Spring omhoog. Eentje makkelijker is. Je gaat naar de grond. Voeten naar achteren. Zak niet door. Kom weer omhoog. En op. De laatste variant is. Handen aan de grond. Stap rustig naar achteren. Weer naar voren en springen. Kies wat voor jou het makkelijkst is, maar ook dat je na het derde rondje moe bent en dan een andere variant kiest. Kijk zelf weer hoe dat uitpakt. Squats zijn beter voor zich, denk ik. En dan zit je zo. Dus neem nog een slokje water en beginnen we zo. Kleine tip als je niet precies weet waar je bent, pak 5 filtjes of flesjes en voor elke ronde die je gedaan hebt, zet je er eentje aan de kant, zodat je alle 5 klaar hebt. Zo kan je het snel pakken. Oké, gaan we beginnen. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Succes! En net ingeschakeld zijn we 5 rondes, 10 burpees, 20 squats, 20 sit-ups. Zijn we het eerste rondje bezig. En die zien we voor zich.
En die gedaan, 3 graden. 10 burpees, 20 squats, 20 sit-ups. 5 rondjes. Thank you.
10 minuten. Degene die nog niet klaar is, we hebben nog 2 minuten 24. Anderhalf minuut. Voor degene die al klaar is, weet je ook. Laatste minuut, doe dat ijsprintje nog, daarna kun je uitrusten. Veertig seconden nog. Twintig, 15, 8, 5, 3, 2, 1 en
schrijf dan op hoeveel rondes je hebt gehaald, plus het aantal herhalingen. Voor degene die het gedaan heeft, post je score, tag ons erin, Instagram of Facebook. Kijken wie degene die de snelste was. Ik had 12:30, dit was net iets sneller, 12:24. Dat zijn voor nu de tijden om te verslaan. Je mag ze natuurlijk vaker doen, als je denkt, de eerste keer ben ik niet tevreden. Dan doe je nog een keer en post je de nieuwe tijden. Kies goed uit hoe je de oefeningen doet. In het begin van het filmpje zie je verschillende varianten. Daag jezelf wel uit, maar maak het niet moeilijk. Probeer het wel af te krijgen in die 15 minuten. Bedankt voor het meedoen. Tot volgende week. Tot de nieuwe Facebook Live training. Tot ziens.